ga jij het doen? Wat ga ik doen? Stemmen. Ik stem altijd. We gaan stemmen voor de Provinciale Staten, hè? Ja, voor de Provinciale Staten uiteraard. En voor het waterschap volgens mij en zo, toch? Ik hoop van de natuur. Kijk maar zo om je heen, zeg maar. Gewoon de verwondering over alles wat er is. Zelfs op een regenachtige dag. Waar gaat het eigenlijk over? De Provinciale Staten gaan vooral over de ruimtelijke inrichting van de provincie. Provinciale Statenverkiezing, 15 maart. Weet ik eerlijk gezegd niet zo heel veel vanaf. Want heb ik mij niet echt in verdiept. Maar ik heb wel een mening en ik ga ook beslist stemmen. Ik vind het ook heel erg belangrijk, want zij bepalen waar er gebouwd kan worden. Zeker voor mijn leeftijdscategorie is gewoon de huizing is ontzettend moeilijk. Een eigen huis. Een plek onder de zon. Een waterschap, dat is ook weer zo'n begrip. Wat is dat dan? Dat is een aparte overheidsorgaan. Wat gaat over de stand van het water, niveau van het water, kwaliteit van het water. Want ik ben de laatste tijd heel veel aan het Wim Hoffen. Gezond. Ja, in de kou. We moeten natuurlijk niet van de regen in de drup. Nee, maar er is ook af en toe dus helemaal geen drup. Maar het is natuurlijk wel zaak dat dat water goed is, hè? Want uiteindelijk doe ik het voor mijn gezondheid. 70 jaar geleden de watersnoodramp. 53. Dat kan je nog herinneren. Je mag stemmen. Ja, vind ik ook. Dus je moet eigenlijk gewoon gaan stemmen, toch? Ja, dat vind ik ook. Je moet, als je kan, als je mag, zou ik je wel... Ik zou wel stemmen, in ieder geval. Belangrijk eigenlijk toch stemmen, hè? Iedereen moet stemmen, vind ik. Iedereen heeft een mening, een eigen mening. En moet daarvoor opkomen en daarom ook stemmen. Elke stem telt. Dus...